Er is iets heel raars aan de hand in Hilversum. Het nieuwe tv-seizoen is begonnen met een volstrekt nieuwe methode om kijkcijfers te meten. En de tv-bobo's proberen de nieuwe scores zoveel mogelijk onder de pet te houden. Pas na een week worden de cijfers gepubliceerd, als ze zijn opgeplust met allerlei uitgestelde cijfers. Maar klopt het allemaal nog wel? Er gebeuren namelijk wel heel gekke dingen nu de nieuwe meting is gestart, Boer zoekt vrouw is ineens geen megahit meer, Ik hou van Holland is plotseling een flop en Chateau Meiland scoort Pardoes hogere kijkcijfers dan ooit tevoren, terwijl de scores al langere tijd daalden en de algemene consensus is dat de mensen hier wel op uitgekeken zijn. Vandaag een site hoort bij de titels die profiteren van de nieuwe kijkcijfermeting. Het programma was al een succes, maar nu worden moeiteloos aantallen als 1,3 miljoen kijkers aangetikt. Zonder uitgesteld kijken. Voordat de nieuwe meting van start ging waren dat er zo'n 900.000. Heel erg raar, dus allemaal. Wilfred Gené vindt het leuk dat VI opeens zoveel beter scoort, maar wantrouwt de enorme schommelingen in de kijkcijfers wel. Hé, hey, gisteren 1,4 miljoen kijkers, jongens. Ja. 1,4 miljoen kijkers, zegt hij in de aflevering van gisteren. Collega René van der Gijp begrijpt er ook niks van, bizar, hè? Wilfred trekt de betrouwbaarheid van de scores in twijfel. Zal het nou allemaal wel kloppen die cijfers, denk je, Eus, of twijfel je een beetje? Ook tafelgast Eus Kan Akjol gelooft er niks van. Hij antwoordt, ik twijfel een beetje. Het is toch heel raar? Vooropgesteld, dit programma is razend populair en er kijken heel veel mensen naar. Er is een nieuwe meting en ineens blijken er 1,5 miljoen mensen te kijken naar Chateau Meiland en dit cijfer is ook weer opgekrikt en de NPO kijkt niemand meer naar. Hij vervolgt, weet je? Dat je twijfelt. Ik kan het niet hard maken en ik weet het ook gewoon niet, maar anders betekent het wel dat we dan 10 jaar lang verkeerde cijfers hebben gekregen. Hiervoor. Johan Derksen lijkt het niet helemaal te volgen. Jawel, maar het is wel logisch dat de uitgestelde kijkers er nu bijgeteld worden. Euskan verduidelijkt, ja, maar die zijn er nog niet eens bij opgeteld. Wilfred, nee, die moeten nog komen. Johan, ik vind het ook een beetje een gekke ingreep om de cijfers niet meer te publiceren, alleen omdat Angela de Jongse anders meteen heeft. Wilfred, maar wij krijgen ze allemaal. En iedereen krijgt ze in het vak, dus wat maakt het dan nog uit?